Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en Reclamedeal. Goedenavond. Straks aandacht voor wielrenner Elmar Reinders uit Assen. Hij is overgestapt naar een Deense wielerploeg. Maar we zijn nu ook in Assen bij Stal Nijboer. En Chantal Rechter is hier, de Amazone. Vorig jaar won ze de Grote Prijs van Bijlen. En morgenavond mag ze haar titel prolongeren. Rechter die rijdt heel gedurfd en doet iets nu wat anderen voor haar nog niet konden. Namelijk rechts omwenden naar de laatste okser. En daarmee pakt ze beslissende tijdswinst en schrijft zij de Grote Prijs van Indoor Hartje Drenthe op haar naam. Dit is mijn paard Haskell, geboren hier in Hogesmilde van Jan Otte. 8 jaar nu dit paard. Ik spring op dit moment 1,30 en 1,35 hoog mee. Het is een ruin. En mijn concourspaard. Wat voor eigenschappen horen er bij Haskell? Haskell is sowieso heel eenkennig. Het is ook echt mijn vriend. Ik ben gek met hem, maar hij is ook gek met mij. Zolang als wij samen zijn, is alles prima. Ook al zou hij het spannend vinden en ik zeg het is goed, dan is het ook goed. En dan gaat hij ook, wat het ook mag wezen, ja. Wat herinner jij je eigenlijk van vorig jaar van Bijlen? Veel publiek, dat weet ik wel. En ik vond dat heel mooi. Plus het was ook heel gezellig omdat je de mensen kent. Het was de eerste keer dat ik Bijlen daar reed. Ja, Bram van Es die gaf de tip, je moet rechtsaf. Ik zei, dat is niet logisch. En toen zegt hij, ja, hoezo niet logisch? Die weg is gewoon korter, dus daar moet je voor gaan. En dan heb je eigenlijk je ervaren paard meegenomen om de kans te proberen dat je kan winnen. En dan win je daar met je onervaren paard en je jongste paard. En dat was gewoon een hartstikke leuke beleving daar op dat moment. Met hoeveel paarden ga je nu? 6 in totaal, ja. Druk weekend? Ja, maar dat mag ik graag doen. Als ik er ben, dan kan ik er ook maar wat doen. Doe maar 3 hoger. Ik ga nu een gymnastiekje klaarzetten. Op 3,5 meter een balkje ervoor en erachter. En daarmee probeer ik het paard goed met de schoft omhoog te laten komen. En in de landing dat hij weer goed terugspringt naar mij toe. Het gaat niet altijd om de hoogte, maar vooral om gewoon dat ze los blijven. Spring je in een training wel eens maximaal eigenlijk? Bijna niet. Thuis eigenlijk niet. Ik denk dat nou, ongeveer 1,20, 1,30 en dan houdt het ook wel op. En hoeft dat niet? Dat is wat je zelf wil en wat je denkt wat je moet doen. Ik persoonlijk denk, het is niet nodig, want ze, op wedstrijd kunnen ze het ook. Dus waarom moet ik het thuis forceren? Rechter is 32 jaar en al 7 jaar verbonden aan Stal Nijboer in Assen. Nog 1 keer 3 hoger en de tweede paal ook meenemen. Stal Nijboer is een handelstal en een fokkerij voor hoofdzakelijk sportpaarden die ze ook zelf opleiden. Haskell is haar eigen paard, maar als stalruiter is ze verantwoordelijk voor nog veel meer paarden. We staan er denk ik op dit moment tussen de 40 en 45 paarden. Nu onder het zadel hebben we op dit moment 15 paarden. En die we natuurlijk opleiden vanaf 4 jaar. Hoeveel rij je dan per dag? 8. Ben je wel eens niet hartstikke zat, dat Nooit. Hele paardenwereldje? Geen moment, echt niet. Maar ook niet meer 8 per dag? Rijden? Nooit, verveeld geen 1 keer. Echt niet. Ja, wat is dat? Uiteindelijk, of je ze zelf fokt, of ze zelf uitzoekt, of dat je ze koopt. Je koopt ze omdat je denkt, dit is hem. Ik heb aan de paarden die ik rij zoveel plezier. En ook als ik zie waar het in wezen allemaal is geëindigd met de paarden waar ik zo gek mee was, dat heeft mij nog nooit geen één dag verveeld, echt niet. Krijgen we nou?
Zonnebank. Nee, hij gaat drogen en als die straks goed is gedroogd, dan ga ik hem lekker poetsen. Hoefvet op, deken op en dan gaat hij terug naar de stal. Ja, in beelden van de strijd om de grote prijs van Bijlen ziet u zondagavond in onze nieuwsuitzending. En dan wielrennen. Elma Reinders uit Assen begint aan een nieuw avontuur bij de Deense Rival Readiness ploeg. De 27-jarige Drent moest op zoek naar een nieuwe ploeg omdat zijn roompotploeg ophield te bestaan. Ja, wat vind ik van het shirt? Ja, hij is druk en opvallend. Kun je je handen ook omhoog doen? Ja, dat kan ook. Dan weten we dat alvast ook. Zo moet je over de streep, zo, hè? Zo moet ik over de streep. Nee, ik heb altijd wel het gevoel gehad dat het wel goed zou komen, maar je wilt toch zo snel mogelijk zekerheid en uiteindelijk heeft het wel lang geduurd. Ik denk dat Denen en Nederlanders dat het wel goed bij elkaar past en ze gewoon een programma rijden dat ook goed bij mij past. Veel Nederlandse, veel Belgische koersen, ja, de rondjes die we met Roompot ook rijden, die gaan we ook doen. Noorwegen, België, Duinkerken, ZLM Tour. Ik denk dat dit ook wel een programma is waar je zelf nog een keer voor een uitslag kan gaan. En als ik de stap wil maken naar de World Tour, dan gaat dat er niet meer van komen. Elma Reinders hier in beeld, de man uit Emmen. Na Metek, Pils en Roompot rijdt Reinders komend jaar in Deense dienst bij Rival Readiness. En voor de romantici onder u, die denken dat de mannen altijd gezellig samen trainen, die hebben het mis. We zijn één keer samen geweest in Denemarken, 3 dagen. Voetballen, kleding passen. We zijn een keer op stap geweest. Dat is eigenlijk alles wat niet met fietsen te maken heeft. En we gaan nu de 24e gaan we naar Spanje en dan gaan we daar 2 weken met z'n allen trainen. Verder niet, dan gaan we elkaar zien op de koers. Ja, ik doe heel veel alleen. Omdat je toch redelijk specifieke schema's hebt en ik niet echt tijdsgebonden ben. Ik kan fietsen wanneer het mij uitkomt en hou een beetje de buienradar in de gaten en dan plan ik dat een beetje zo. Ik ben er nu deze winter mee begonnen en dan ik doe het 3 keer in de week 's avonds. Omdat ik denk dat het wel belangrijk is dat het hele lichaam sterk is. Ik weet ook niet wat het oplevert of wat het niet oplevert, maar dat gaan we straks zien. Je moet er wel een beetje rekening houden met wat je overdag doet. Ik mag ook altijd graag lang en veel trainen. Maar je moet overdag niet te gek doen als je 's avonds ook nog krachttraining wil doen. Vind je het leuk? Nou, het is niet dat ik zeg van ik vind dit super leuk, maar als ik er harder van ga rijden dan denk ik van het is het allemaal wel waard. Ook op de fiets pakt hij het anders aan. Michael Zeilaert, de man van Leontien van Moorsel en ploegleider bij zijn voormalige ploeg Roompot, schrijft zijn schema's. Ja, vorig jaar zijn we een keer om de tafel gegaan omdat hij dacht dat ik wat anders moest trainen. En dat hebben we toen gedaan. En, ik denk dat het vorig jaar redelijk goed uitgepakt is. Maar een paar keer wat pech gehad met valpartijen, maar het had daar niks mee te maken. En ik denk dat toen hebben we beslist om nog een jaar te doen. En moest je minder gaan trainen, meer gaan trainen? Nee, minder gaan trainen, maar wel harder trainen. Oké, de intensiteit omhoog. Ja. Met zijn nieuwe ploeg staat Reinders, net als voorgaande jaren, aan de start van de Ronde van Drenthe. En ook in juni mag Reinders zijn kunsten vertonen in eigen provincie, want dan wordt op en rond de VAM in Wijster het Nederlands kampioenschap verreden. NK in Noord is voor noordelijke wielrenners altijd mooi, denk ik. Je kan er een mooi kampioenschap organiseren. Want je hoeft geen klimmer te zijn, hè, om de VAM over te kunnen. Nee, je hoeft zeker geen klim moeten zijn. Je moet gewoon een halve minuut hard kunnen fietsen of zorgen dat je al weg bent. En hard fietsen is toevallig het handelsmerk van Reinders. Daarnaast heeft hij een neusje voor de goede ontsnapping. Maar winnen is nog weer een heel ander verhaal. Met een ontsnapping moet je een beetje geluk hebben. Maar ik denk in kleinere koersen dat ik wel mee kan doen om uitslagen te rijden. Ja, maar die ene uitslag, die zoeken we nog, hè? Die zoeken we nog. Misschien gaat die dit jaar komen. Want frustreert het ook? Nee, het frustreert niet. Ik weet wel dat ik een paar keer wat niveau gehad heb en dan lig je een keer weer op de grond of er gebeurt wat. Maar het moet gewoon allemaal even een keer mee zitten. Want je moet niet de naam krijgen van die eeuwige hardrijder die nooit wat won. Nee, nou ja, als dat zo is, dan is dat zo. Ja, Elma Reinders, komend seizoen dus in Deense dienst. Kijken wij even vooruit op het komende sportweekend bij Radio en TV Drenthe.
Zondag hervat FC Emmen de competitie met een thuiswedstrijd tegen Heracles. U kunt het live volgen via Radio Drenthe. 's Avonds in het nieuws, zoals gezegd, de grote prijs van Bijlen. En ook onze club is weer terug met alleen nog maar de hoofdklassers. We zijn bij ACV Flevo Boys, HZVV Volendam, Hollandia Hogeveen, Pickwick MSC en hoe zal ons sterrenteam van Elim hebben overwinterd? Ja, we eindigen deze show met de winnaar van vorig jaar van de grote prijs van Bijlen, Haskal. Vanuit Assen nog een hele fijne avond en heel graag tot volgende week. Braaf. Wow. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurocatering en reclamedeal.